Je kunt er natuurlijk over discussiëren of 307.000 kilometer voldoende is voor een klokje rond. Maar ik snap wel dat deze Lexus LS400 van Mark langs mocht komen. Want hey, hoe vaak zie je nou zo'n auto? Het is een Lexus, dus na 25 jaar en 3 ton zou die volgens de geleerden natuurlijk nog hartstikke goed moeten zijn. Ik heb soms het idee van Lexus-eigenaren dat ze vinden dat er überhaupt niks aan die auto's kan of mag mankeren. Dat is in de praktijk natuurlijk niet het geval, want ook bij een Lexus gaan er dingen stuk. Maar, er is een maar, jullie horen hem al aankomen. Dit is voor zijn leeftijd en zijn kilometerstand om mee te rijden best een fijn karretje hoor. Ik heb tot nu toe 2 punten waaraan je je zou kunnen irriteren. De ene had ik, als het niet had geregend, misschien niet eens opgemerkt. De linker ruitenwisser slaat soms tegen de linker A-stijl aan. Dat is irritant, storend. Daarnaast, tweede puntje, is dat hij op de snelweg wat trilt. Dat is jammer, want het is echt een heerlijke cruiser met die 8-cilinder automaat. Het onderstel voelt eigenlijk best fris aan. Het is een indrukwekkende auto. Dat is wat het is. We hebben net opgezocht hoeveel vermogen die hoort te hebben. En dat is 284 pk. Mijn inschatting na een keertje gas geven was dat het wel iets meer dan 300 is. Wat het precies is, maakt niet uit. Maar het is, zoals ze bij een bepaald Engels merk vroeger zeiden, voldoende. Heerlijk. Ik vind het leuk om te zien. Ik heb er weinig aan gesleuteld. Want Lexus, het is niet onze specialiteit geweest in het verleden en dat gaat het ook nooit worden. Het marktaandeel van Lexus is dusdanig klein in Nederland. Het is lastig om daar een business omheen te bouwen. Maar ik kan hem natuurlijk wel gewoon door mijn automonteursbril bekijken. Dus dat gaan we zo meteen doen. Ja, is dit zo ongeveer de beste auto ter wereld? Zo'n Lexus LS400 is van zeg maar de LS van de eerste generatie. En dan de facelift versie van deze auto. Emre, jij hebt die auto je hebt hem nog niet zo lang in bezit eigenlijk. Klopt, ik heb hem in augustus van dit jaar gekocht. Gewoon een beetje op de gok gekocht of had je er al een beetje in verdiept? Eigenlijk wel. Ik ben wel bekend met het merk Lexus. Ik heb hiervoor een IS200 gehad. Maar ik was eigenlijk op zoek naar een beetje meer comfort en wat stillere cabine. En een beetje toen kom meer ik bij power. Deze, en een beetje meer power, dus toen kwam ik bij deze LS400 terecht. Ja. Ja. Oké, okay. En wat heb je er tot nu toe, hoeveel kilometer heb je ermee gereden? Ik heb er bijna 10.000 kilometer mee gereden. Eigenlijk probleemloos, ik heb er eigenlijk alleen een beurtje aan laten uitvoeren. Yeah. Maar ik ben wel van plan om eigenlijk de punten die uit deze keuring komen, om dat aan te pakken. Ik wil wel een tijdje met deze auto doen. Oké, okay. Ik ben zelf ook heel benieuwd. Joep is terug van de proefrit. Ja. We gaan over zijn schouder meekijken naar de keuring. Ja. Als auto's vaak uit elkaar gehaald zijn of er is veel aan gerepareerd, dan raken ze, zoals wij dat noemen, versleuteld. Er zit een hele hoop plastic onder zo'n motorkap, klemmetjes, tie-ripjes, beugeltjes, buizen, etc. En dat kan er niet zo goed tegen om vaak gede- en gemonteerd te worden. Maar een Lexus, die gaat niet zoveel kapot en automatisch wordt er dus ook niet zoveel aan gesleuteld. En deze auto ziet er helemaal niet versleuteld uit. Van de meeste bouten kan ik überhaupt niet zien dat ze ooit los geweest zijn. Dat natuurlijk niet zegt dat dat niet zo is, maar hier is niet recent groots aan gewerkt. Dingetjes die opvallen, het zijn echt kleine dingetjes, zijn een hele kleine lekkage van koelvloeistof bij een verdeelstukje. De motor zweet op de hoeken van de cilinderkoppen wat olie. Ja, stelt eigenlijk niks voor. Opvallend ding, als je de distributiekappen ziet, denk je, daar zit een ketting achter. Want het is een hele mooie aluminium kap die distributie afschermt. Maar daar zit gewoon een tandriem achter met een vervangingsinterval. MUZIEK
onder de Lexus toont de leeftijd van de auto wat meer. En dat is niet gek, hè jongens. Hij is 25 jaar oud. Aan de bovenzijde zagen we wat beginnende lekkagesporen her en der. Ja, die olie die gaat natuurlijk ergens heen. En meestal is dat naar onder. Dus daar cumuleert dat her en der een beetje. Daar hangen nog steeds niet echt druppels aan. Dus er is nog sprake van, nou ja, zweef. Een aantal dingen die opvallen, zowel positief als negatief, zijn de volgende. De auto trilt wat op de snelweg en op het linker voorwiel zie ik aan de binnenkant in twee verschillende delen lood geplakt. Dat is al gek, lood met ruimte ertussen. Dat, normaal gesproken is dat gewoon één ononderbroken streep, balanceerlood. En aan de buitenzijde, of eigenlijk midden in de velg, zit een plak lood. Zo groot heb ik hem nog nooit gezien. Die is denk ik zo lang. We gaan ze straks even proberen te tellen, maar daar zit gewoon 130 of 140 gram lood op. Ja, dat is uit den boze. Daar krijg je een auto nooit trilling vrij mee. Dan mankeert iets aan die band of wel aan die velg. Maar zo gaat hij nooit echt lekker rijden. Als we dan een klein stukje naar achter lopen, komen we de uitlaten van de V8 tegen. Daar mankeert niks aan. Maar de tand destijds heeft daar wel behoorlijk ingewerkt op de roest. Dus als je dit nu zou moeten demonteren, ja, dan kan je haast meteen een nieuwe bestellen, want daar blijft gewoon niks van over. Een gaaf ding, dat zijn deze twee trillingsdempers of sonische massa's. Daar hangen er een aantal onder deze auto. Die zijn gemaakt om vibraties bij de bestuurder weg te houden. Als je een auto bedenkt, ontwikkelt en maakt en gaat testen, dan zijn er gewoon trillingen. Daar is niks aan te doen. Alles heeft een zogenaamde eigen frequentie en in bepaalde omstandigheden kunnen onderdelen dus gaan meevibreren met de auto en kan je daar als bestuurder last van hebben. Nou, dit soort dempertjes zijn bedoeld om dat soort geluiden weg te houden bij de bestuurder. Ik vind dat heel cool om te zien. In de achterwielophanging vinden we er nog een paar. Bij die achterwielophanging moest ik even twee keer kijken, want daar is enerzijds gewoon een lekkage aan de hand. Ik denk van de rechter aandrijfafkering. Maar wat daar ook opviel is dat alles, of heel veel, heel erg glimt. Er zit een glimmend zwart middel, een soort verf, op allerlei ophangingsdelen gesmeerd. Wat we van Japanse auto's kennen, dat is het roesten van aangeschroefde onderdelen, zoals subframes en draagarm. Dat is hier ook duidelijk aan de hand geweest en heeft iemand geprobeerd dat binnen de perken te houden door het met een soort verf te besmeren. Het ziet er een beetje gek uit, maar wie weet is het hartstikke effectief. Ik kijk hier naar een stangetje wat verbonden is met een draagarm en een hoogtesensor. Deze auto heeft luchtvering en vermoedelijk ook automatische koplamphoogteverstelling. En om die luchtvering goed in te regelen, is het van belang dat die auto weet wat zijn rijhoogte is. Om de afstelling van de koplampen automatisch te doen, is die informatie ook van belang. En voor de werking van de rijhulpsystemen, zoals ESP, is het ook van belang. Deze auto heeft op ieder wiel, of ieder deel van de wielophanging, dus voor en achter, links en rechts, een hoogtesensor zitten. Die hoogtesensoren die zijn met een scharnierend stangetje met twee kogelgevrichtjes verbonden met de draagarmen. En rechtsachter zie ik aan de roest bij het bovenste montagepunt van het stangetje dat moertje niet vast zit. Die zit gewoon los. Maar ik zie ook dat het beugeltje waar dat stangetje aan vast zit een keer afgebroken is. En die scharniergewrichten van dat stangetje, die kan ik helemaal niet meer bewegen. Die zijn hartstikke vastgeroest. Wat hier vermoedelijk gebeurd is, is dat eerst die kogelgewrichten zijn vastgeroest. Toen is de bevestiging van dat stangetje afgebroken. Dan krijg je hele gekke problemen met je luchtvering van. En in plaats van dat stangetje te vervangen om het op te lossen, en het beugeltje ook trouwens, is het beugeltje gelast en hebben ze van het stangetje gewoon de montagepunten losgeschroefd. Dan hoeft dat kogelgewrichtje niet meer te kunnen scharnieren namelijk. Het is een beetje een alternatieve oplossing. Wat heel goed zou kunnen is dat de onderdelen benodigd voor reparatie helemaal niet meer nieuw te krijgen zijn. En dan moet je wel zoiets als dit doen.
gaan even het voorwiel eraf halen. Dat die krom is, dat hebben we al gezien, maar ik wil jullie het lood niet onthouden. Even kijken. Ja, daar zit die, de loodstreep. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 90, 100. Oh, het is maar 120 gram. Valt toch weer mee, hè? De Lexus-liefhebbers die kunnen in hun handjes wrijven, want dit exemplaar is er een van goede kwaliteit, wat mij betreft. 3 ton, 25 jaar oud. En dan zo weinig echt grote structurele problemen. Betekent dat het baasje er goed voor gezorgd heeft. Maar dat kan ook alleen als het mechaniek in de basis solide is. Er zijn wel een paar punten die wellicht lastig op te lossen zijn. Als er een keer wat aan de uitlaat van een van de katalysatoren gedaan zou moeten worden, dan wordt het een slagveld, want dat is thuis gewoon niks meer van over door de roest. Die lekkende aandrijfaskering rechtsachter, daar moet ook wel echt wat mee. En dat koppelstangetje, die tijdelijke oplossing, ja, geen idee hoe tijdelijk dat is. Dus her en der zijn er wel wat verbeteringen haalbaar. Maar dat is allemaal geen reden om hem niet alsnog in ieder geval 1 duim omhoog te geven. Ja, Emre, in je aanmelding zei een beetje van, ja, ik heb zomaar out of the blue een beetje die auto gekocht. Ik ben heel benieuwd wat ik heb gekocht. Hè. Mede daarom heb je natuurlijk aangemeld voor de rubriek. Ja. Volgens mij heb je een goede Lexus gekocht. Ja, volgens mij valt het allemaal best wel mee. Er zijn toch wel een paar puntjes uit de keuring gekomen, maar ik had ook niet anders verwacht. De auto is 25 jaar oud, heeft 3 ton gelopen. En ik ga de puntjes ook keurig oplossen. Dus ik ben blij dat ik weet waar ik aan toe ben. En ik ben ook blij om te weten dat er verbetering haalbaar is. Ja, ik wens je nog heel veel plezier met deze auto. Dankjewel.